kind of shit die we te willen hebben. Lekkere joint, nee, bro. Doet het altijd wel goed. Laten zien dat we in Zoetermeer zitten. Madrid, 5,12,90, die is de eerste. Ah, die Johnny, verder vent. Dat vind ik wel lekker. Sint vindt dat jij een grappig kereltje bent. Meestal vrolijk, soms in mineur. Maar ja, dat geeft het leven kleur. Ja, vind ik ook. Op de audioafdeling heb jij het naar je zin. Rood is plus en zwart is min. Op donderdagavond, zeker weten, ga je met je collega's eten. Sperps, pizza, Joegoslaaf. Alleen Chinees is niet zo gaaf. Maar de Griek is ook heel lekker. Alleen jij baalt dan als een stekker. Met het busje er naartoe. Oh jee, op de voorbank is maar plaats voor twee. Ja, er is een stoel te weinig. Dat vindt Johnny niet zo geinig. Dus heeft Sint iets slims bedacht. En dit voor je meegebracht. Voor inzitten, dat wil jij. Hiermee ben je dan zeker blij. Veel plezier ermee, beste vriend. Dat hopen Piet en Sint. Nou, dankjewel, Sint. Hij is pas weg. Ja, die bewaar ik en dan. Ik kom erachter wie dit gemaakt heeft. Ik heb mijn connecties. Ik heb mijn connecties. Toen ik hem uit die bus pakte, toen wist ik het. Ja, maar. Ja, kom maar. Oh ja. We mogen gescheurd worden, hoor. Ja. Ja. Dat is een leuke letter van John, hè? Ja. Oh, dat staat op. Dat is een echte code door. Dankjewel, Sinterklaas. Hoppa. Oh, leuk. Ja. Voor cd-spelers. Ja, voor cd-spelers. Nou, fantastisch, Sinterklaas, nou, dankjewel. Ja. Ik heb veel konners in. Als je terug krijgt. Nou, er zit niks in hoor, nog. Er zit geen in. Michel! Jo! Alsjeblieft! Had je niet moeten doen. Wie is het? Mijn uitwijs. Wat is
bundel dat ik ga kunnen lezen. Voorlezen. Ja, dat moet ik. Maar niet leuk. Ja, dus ook. Lees je zin. Ja, dat is een beetje lezen. Ja, het is wel een voorlezen of niet? Ja, gelijk lezen. Beste Michel, zoals je weet is de balhond. Zo houd je het voetbal gezond. Je bent echter geen liefhebber van een spel. Of van een andere voetbalrel. Jij denkt in plaats van heftige gebaren, geef mij maar een checkie, maar wel een zware. Toch is muziek een goed alternatief. En zo kom je ook aan je gerief. Wat nou voor? Ik had het voor een keeper kunnen zeggen. Nou, gedicht in nou. Opereer dit cadeau dus digitaal. Oh, even hoor. Kom je ook aan je verhaal? Nee, wacht. Ik wacht. Dat is zo onduidelijk geschreven. Moet je niet van rechts naar links lezen? Opereer dit cadeau dus digitaal en maak van de toekomst een mooi verhaal. De Sint. Ah, mooi. Ja. Ik moest er even over nadenken, maar... Ik kan het toch niet. Ja, nee, ik hoef niet te lezen. Ik heb een contactlezer thuis. Dat wordt je hart nog duidelijk. Nee, ik kan echt niet lezen. Hoor. Jezus. Ah, wel. Dat is onduidelijk hoor. Mooie letters. Stop nou. Wat is dat? Mijn wapen gewoon los niet. Nee hoor. Moet ik mijn broek even uitdoen? Het is een misvormde voetbal. Wat doe je nou met mij? Nee. Toe, ja, ja, ja. Hij vindt het wel echt, hè. Ik kon ze bijna niet vinden. Mooi is wat zij dragen kon, een trui, een jas, een jurk of een japon. Maar omdat zij niets wist wat zij zou verlangen, weer iets om ergens aan te hangen. Groetjes van Sint en Piet. Nee. Hangen. 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 Kom hangen. Dankjewel. Oh, een lichte clip. Leuk. Wat zien? Ja, maak het maar wel. Ja. 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 Ja, dat zeker hangen. Ja, dat komt dit uit. Da-da-da-da. Leuk. Doe maar een beetje op het tapijt gericht. Ja. Maar toch fel. Weet je wel? Ja. Het is toch een lekker. Het is niet hangen, het is gek. Gaat ie. Ja. De M van melk. Ik ga het zien voor de camera nog even. Chocoladelet. Het is van chocola. Ja. Heb je een naflet hier of niet? Wat? Ander, een naflet? Ja. Nee, dat gaat goed verder. Hé, hey, dat is gaaf. Wat is dat? Dat weet ik nog niet. De Rook album. Ik weet niet wat erop staat. Ik zal het even... Boston, Cheap Trick, REO Speedwagon, Styx. Goed dus. Dankjewel. Ik weet het. Kaboom, kaboom. Mijn. Mijn is goed. Kan ons lekker biertje na? No! 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 Wat een kikker! Nee, jij krijgt bier! Nee, ja hoor! Dit is echt aardig voor buurt, dan zeg hij! Stil! Lees even op! Dit is van Den Haag 5 december. Ja, ze zijn echt goed. Dat deed de dans. Sint heeft zitten denken wat hij Roland dit jaar zou schrijven. Ja, kom snel, ja, ja. Kom in. Dus dit zou iets verzinnen. Eén ja, ding wist hij zeker voor hem. Hij wilde hem geven en rennen. Ik heb het zo bedoeld. Op zijn lust tot drinken en eten, dat was zeker weten. Ja. Daarom zal ik hem geven een fles. Met daar een spulletje in als les. Hiermee kan hij zijn honger misschien stillen. Dat werkt vast een beter. Dat werkt vast beter dan slikken van pillen. Oh, ja. En waarmee ook niet kan worden gemorst in de zaak. Roland moet immers daar verdienen zijn knaak. Oh. Dus de Rijswijkse weg moet hij houden, schoon en goed. Zodat kan worden gehouden. Ja, zodat kan worden gehouden meer moet.
Spaans hoor. Vertaald Spaans computer. Tijdens het bloederen werken. En alles moet blijven binnen de perken. Sint en Piet geven hem daarom dit pakje. Waarin zit verstopt een klein snackje. Om het snoepen af te leren en met de leus. Laat fruit voortaan zijn je keus. Sint. Ja, leuk. Leuk. Zou je iets verzinnen niet? Doet de computer toch wel nee. Verzin je. Wat zegt hij? Super afspraak. Heb je laten lezen het etiket? Draai even. Super afspraakmiddel. Doe pas op de draaien. Ja. Dat is een truc. Nou, nog open. Nou, blik open en dan. Ik ben nu wel erg geplaatst op hoor. Mag ik niet zo? Ik ben nog aan het denken dat jij als eerste op de lucht bent. Ik ga zeker dat die riem erop zit. Mag ik een spreekwoord? Was het echt wel lief? Ja. Oh jee. Kook. Marcheveer. Dank je. Ja, niet laten vallen. Ja, okay, dus ik heb jou okay. Opsteed. Mimi. Een stuurbeen. Shit, kijk mij helemaal. Ik heb hem gekregen. Een meisje was een pakkoord. Wat heb je dat? Geen balans, Jurk. Ja, dan hoef je ook niet bij iedere dag te doen. Marsepen af. Ja, we moeten een beetje door erbij is. Marsepen af. Dankjewel, Sinterklaas. Mobiel. Dan ken ik hem zelf even. Dat is een toch? Ja. Met voor je neus, Lucia, de zak van Sinterklaas. Ramon. Toen Sint hoorde dat hij iets moest kopen voor Lucia, vriendin van Ramon, dacht hij meteen aan iets moois wat zij dragen kon. Een trui, een jas, een jurk of een japon. Maar omdat zij niets wist wat zij zou verlangen, weer iets om ergens aan te hangen. Groetjes van Sint en Piet. Hangen. Hangen. Ja. Hangen. Kom hangen. Dankjewel. Oh, een lichte clip. Leuk. Misschien? Ja, maak het maar wel uit. Ja. Ja. Ja, zeker hangen. Ja. Leuk. Doe maar een beetje op het tapijt gericht. Ja. Maar toch fel. Het is niet hangen, het is trekken. Gaat ie. Even langs. Kom maar. Ja, eentje. Ja, wacht, ik heb een filmpje erin afgeladen. Oh, jouw apparaat ligt hier, hè? Ja, goed. Ik heb een foto van je. Oké, jongens. Deze is niet gedateerd. Lisa, het bekende begin. Wat zal de Sint jou schenken? Slaan we over en proberen voor jou wat anders te bedenken. Om parttime te werken bij de BCC valt voor een jongen als jij vast niet mee. Er gaat zoveel vrije tijd mee verloren, terwijl vliegen je wat meer zal bekoren. Lezen gaat ook niet in de tijd van de baas, dat geeft gemopper en een hoop geraas. Maar de pret aan het eind van een drukke dag is ook wel iets dat er wezen mag. Dan komen de Freddy's aan de beurt. En is er geen aftershave meer waar je naar geurt.
Dat is de voldoening van een dag hard werken, maar je surprise, mag je surprise maar ook, dan zul je merken. Dat Sint ook zijn best heeft gedaan voor jou. Veel plezier mee, begin maar gauw. Sint. Nee. Die doe ik hierin. Ja, dat doe ik gewoon in. Discriminatie. Nou, vliegtuig is al in het park. Ja. Ga je je omhoog, zeg hij. Wat een dikke is dat? Wat een dikke is dat echt? Staat hij erop, Jur? Wat een dikke is dat echt? Ruim zo. Wacht even, ik ga het zo. Hey, Lenny. Hij is heel, heel goed. Omdraaien. Ja, leuk. Ja. Hey, ik heb toevallig iemand gezien die dit pas gekocht heeft. Ja. Ik weet niet wie die is. Ja, die verkopen ze overal. Ja, nee. Ziet er nog goed uit. Sowieso. Oh ja, wat leuk. Hij heeft PT beroofd. Een Sinterklaas. Postcode van de. Kijk eens. Dat speelt. Even bij elkaar houden. Even bij elkaar houden. Ja. Kijken. Kijk, zo ken ik ze toch niet zien, die dingetjes? Ja, die zie je toch niet met dat ding, joh. Jawel. Ben ik wel? Dat... Oh, ik zie je dan. Dit wordt grabbelig. Ah. Voor wie zou dit dan zijn? Dikke joint. Dat is één. Daar zit je gedicht bij. Wacht even, hier zo. Pompeo cream. Voorzichtig, John. Oh, nummer 1 staat hierop. Nummer 1. Oh ja. Lijkt wel op verf. Oh jee. Hopelijk is hij dicht. Ik was zo heel erg Spanje. Spanje met Y. Spanje 1290. Ja, dat is van Lucia, die weet het nog niet zo goed. En die dit heeft geschreven is echt. Bedankt. Oh jee. Oh. Nee, ik denk je moet langskomen. Nee, hoor. Heb ik nou een onderzet erop? Ja, hallo. Hallo. Als winter Sint en Piet over de daken zweven, zien ze altijd kleine Ramon. Ja, altijd. in Sweet Lake City beven. Sweet Lake City. Goh, wat heeft hij het koud? Laten we zorgen dat hij iets krijgt wat hem warm houdt, om te zorgen dat niet alles beeft en ook iets waar Lucia plezier van heeft. Sint en Piet. Nou, eens even kijken wat die Sint zijn kleine jongen gebracht heeft. Zijn kleine jongen. Hopelijk hou ik het zo goed, je valt het niet, niet schuldig voor gebruik hoor. Oké, okay, ik ben best voorstel. Staat er ook op. Ik ben een hele oude app zoeken. Ja, ja. Ik ben een blik verder. Ik zou wel oppassen met de paardjes kouders. Oh jee. Nox. Het is heel erg. Nox. Jongens, ik heb die surprise echt niet gemaakt. Ja, echt niet voorbij hoor. En wat zit erin dan? Ettensoep? Ja, ettensoep maken. Ja, hallo. Nee. Dat denk ik toch echt niet? Ja. Openmaken. Zou het echt ettensoep zijn? Ja, ik maak me open. Ik denk het wel. Oh ja, maak jij het dan maar open. Zal ik een blik openen voor jou? Zet vast een pannetje op Lucia. Maak hem dan maar open. Schud eens. Dat is ingeblikt. Wat veel mond. Ik denk het wel. Misschien is dat ik denk het niet. Ramon. Ja, ik denk een beetje meer. Maar is je. Thank you. Zie je, hij klinkt anders. Nou, pak het weer anders hoor. Ja, volgens mij zit hij niet vol. Ik heb er wel eens van gehoord hoor. Nog eentje. Nummer 2. Luus had hem toch ook ingeblikt? Ja, ze hadden hem toch ook ingeblikt?
Maar deze echt niet open. Nee, ja. Zoek met borst. Hé, hey, Ramon, misschien zit in de Unox wel het cadeautje. Oh ja, mag jij hem openmaken? Okay? Ja. Nee, gewoon allebei openmaken. Oh ja. Als het echt is, zetten we het op, eten we het op. Gadverdamme. Pepernoten en rechts. Hé, hey, die is echt ingebleven. Blik openen. Die moet je blikken. Gedroogde hertenzoet. Serieus, het stemt echt te schrikken. Ja. Ik hoop echt dat er niks in zit, dat je de andere dingen ook open moet maken. Wat is het dan, een markthaven? Er zit er niks in. Een boxershort. Draai zo, draai. Beter een kleine rappen dan een grote slappen. Ja, hou even zo, kom op. Kijk er dan op. Ik zie de tekst niet. Ik zie de tekst niet. Jur, zet hem meteen op de super. Ja, we hadden kunnen verwachten over de bumper. Ja! Ja! Ik wist het. Ik denk de bumper. Zet ik die aan? De bumper? De bumper. De bumper bedoel ik. Fantastisch. En rustig. Waarom is er even in yoga zitten? Oké, deze. Ja, dag. Hardop, Toon, hardop. Clementine. Wat moet ik horen van mijn Piet? Bumper van een auto rijden. Dat kan toch niet? Alles wat ik hier weer voor kan bedenken is iets van, jou iets van geld te schenken. Hoewel te betalen kan je hier niet mee, dus hang je het op je wc. Ja, zo moet je moeder blij mee wezen. Ik weet je dat het. Hè? Ik weet je dat het bijna in je boek, douche. Ik krijg dit shit, joh. Dus ging ik gauw voor jou op zoek om lang te praten, niet te kort. De Sint kocht voor jou een boxershort. En wat voor later nog moet blijken, is het niet te veel zal zeiken. Dat is inderdaad veel, ja. Zal ik het even? Dat was het gedicht. Dat was het gedicht. Oké. Okay. Zeg hem. Is je broertje? Stop er hier. Nou, wat staat de kleurtje om dan? Tomaat. Hij is clementine of mandarijn. Nou ja, wat zei ik daar? Tomaat. Nou ja, dat is niet. Nou ja. Ja, maak het uit. Jullie zullen zeker gaan vinden. Maar is dat hebben we daar de buren voor geleden? Clementine. Alsjeblieft. Thank you very much. Ah. Chocolade. Dankje, kom op. Dankje. Empty. Kom naar de machine, moet je aan proberen aan de overkant van de onderkant even open te snijden. Doe ook. Doe een schroertje. Ik heb namen, doe mee. Nog een. Twee losse pijpen. Sorry. Pijpen. Pijpen? Uit? Nou, die houden we mooi vol. Moet je op je hoofd zetten. Even leeg maken en op je hoofd. Hij moet het leeg maken in de melkkuip. Nou, wacht even. Nou, ga hem leeg maken. Maak hem even leeg. Nee, gooi het gewoon in de hoofdstuk. Nee, op je hoofdstuk. Video's. Wat is dat later? Zeg je? Wat is dat? Dat zijn snippen. Weet je wel, Meijers. Harde honden. Oh ja, we snippen, Meijers. Maar die moet je niet gebruiken. Wat heb je wat erop staat? Wat staat erop? Niet hem zo. Hou hem zo. Toon, hou hem zo, hoor. Ja, schat. Is het vet? Hé, hey, hou eens even lekker die kant op. Niet schudden. Eerst lezen. 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 Diggy. Oh jee, ik moet mijn blacklight gebruiken. Hallo. Ja.
Beste Melinda, je lieve verwonden is bij Sint bekend. Hij weet dat je ze graag verwendt. Toch wilde Sint jou eens verrassen, want je moet ook goed op jezelf passen. Deze tractatie zal je echt goed doen. Er is zeker groot en is zeker groter dan een negerzoen. Neem echter niet een te grote hap, want in Wendag zit juist de grap. Geniet dus van beide, want je schoonheid mag er niet onder lijden. Sint en Piet. Ja. Is die vet aan de onderkant? Ja. Zet ik hem niet in mijn broek? Oh, Piet. Ik denk dat het filmpje nog anders vindt. Je pak deze maar. Kijk eens. Kijk eens. Oh, wat leuk. Kokos? Spacecake. Oh, die moet je wel. Ja. Wat leuk zeg. Wow. Kun je die echt opeten? Wat is dit voor spul? Dan moet je Sinterklaas maken. Cake. Dus eerst gaan. Hou het de buurt van Thomas! Hou het de buurt van Thomas! Ik heb het eten, man. Moet je ineens pasta? Van... Kom, echt doen, kan je het opeten allemaal? Ja? Zal ik hem openmaken dan? Ja. Lekker taartje geven. Zet je mond afvegen, joh. Schuim ze dat de monddoek in. Hij heeft aan gewerkt, joh. Moet je een stukje dan? Ja, hallo, ik hou niet van zelfmoordpogingen. Nou jongens, volgend jaar niet bij mij thuis, hè? Zie ik dus het chocola op mijn broek. Witte broek aan. Niet drukken. Vlek. Nee. Gaaf zeg, hé. Skate. Ja, dan loop ik hier een echte feest. Ja. Gaan we allemaal door ons dak. Door je dak, man. Door ons dak. Door je dak, man. Uit je dak. Zelfs metaal gebruiken wordt hier. Ja! We kennen het. Mijn mond. Ze vonden dat ik stonk, dus... Ta-ta-ta-da-da-da. Wat is het? Olielampje, dat is parfum, dus. Dankjewel, Sinterklaas. Is dat badzout of niet? Badzout. Zatbaat. Ramon. Ja? Heb je misschien iets? Oh jee. Ja, leuk. Ja. Beste Jurgen, het is weer tijd, maar natuurlijk met grote spijt. Deze grote joint van de Sint. Lekkere joint, no. No? Ik hoop dat jij je wat beter gaat gedragen in de zaak. Niets meer van stukjes, aanbetalen en de klanten zelf hun grote dozen laten dragen. Ja, dat vind ik wel goed. Dat het wordt nu tijd voor een lekker biertje na. Lekker zin. Pak grote zak hij. Kan alles in doen. Ja. Ik denk dat het in ieder geval zit voor 25 gulden te smoken spacepillen. Zo. Waardebon. Ga dan smoken 5 joints. Oh jee, dan krijgen we de DA-bril gist. Al die kreukenfolders die tegenwoordig gebruiken. Ik heb zo'n klein busje. Ik ga een beetje voor je liggen. Doe de deur open. Ja. Ik heb het allemaal eruit. Ja. Rustig. Niet mij lijken, hè. Ik heb die eer op zenuwachtig te zijn. Ik heb hem. Ik ben een gemeente reiniging of zo. Het zit natuurlijk bij de filter. Tony. Reiniging. Reiniging? Reiniging? Of reiniging? Reiniging. Even kijken of ik hem aanpas. Oh jee, er zitten wel wat blikjes vandaag. De Sint voor Jurgen. Keramos design. Nee hè, zou het een waterpijp zijn? Showtime!